De krakers van de burgemeesterswoning in Beuningen zijn dinsdag nog altijd niet vertrokken. De gemeente is eigenaar van het pand en beraadt zich nu op vervolgstappen. Volgens een woordvoerster van de gemeente zitten er waarschijnlijk twee krakers in de ambtswoning die pal naast het gemeentehuis aan de Van Heemstraweg staat. De gemeente gaf de krakers vorige week woensdag twee dagen de tijd om te vertrekken. Maandag werd echter duidelijk dat ze nog steeds in de woning zitten. De woordvoerster stelt dat de krakers huisvredebreuk hebben gepleegd en onrechtmatig gebruik maken van de woning. Ze moeten hoe dan ook weg uit de woning. We hopen dat ze zo verstandig zijn om uit zichzelf te vertrekken, aldus de woordvoerster. De gemeente gaat mogelijk een civiele of strafrechtelijke procedure opstarten.